Gaan we kijken naar het opnieuw Milan Overing is. Hij had in die eerste marge een hele goede start. En wist hij ook meteen op zijn naam te schrijven. Hij had wel top erin trouwens van Kevin Kokker. Dus Kevin steekt hem heel weinig aan de borden in die bocht hier. Het is Kokker aan de leiding. Milan Overing, hij zit op die tweede positie. Maar hij gaat nog zeker een partij geven hoor. 1-0-7 naar Overing, de nieuwe koploper. Overing onze nieuwe koploper. Dan gaan we natuurlijk kijken naar Kokker. Kevin Kokker, heeft hij nog een impact over voor die laatste meters? Het gaat wel heel erg spannend worden hoor. En het publiek ook zet de handen op elkaar hoor. Voor die dappere rijders, voor jullie eigen kinderen. Applaus zometeen wie weet voor Milan Overing. Als hij die tweede keer gaat winnen hier. Maar wat blijft die Kevin Kokker daar heel dichtbij hoor. Het is Overing, Kokker op 2 en natuurlijk een applaus. De 1907, daar is het nummer van Kevin Kelder. Hij wordt hier de nummer 3, 1929, dat is de Rens Kroeze.